Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag zondag en het is 24 maart. En het is 14.34 uur en de reden dat ik laat ben is dat ik boven aan het werk ben geweest. In de tuin aan het werk ben geweest. En dat ik ook nog een keertje alweer ziek ben. Neuskouwen. Oh, ik loop me de neus uit aan die kant. Vreselijk. Ik hoef me voorover te gestaan en het komt er al uit. Nou, dat is niet leuk en niet prettig, nee. En ik ga lekker een bakje koffie doen. En ik zag dat Frodo schoon water moest hebben, dus krijgt hij er ook bij. En ik ga straks weer even aan het renderen. En ik zal mijn camera weer even leeg aan en de GoPro. Dus ik heb nog genoeg te doen. Dat ik ze zeg. En ik wou ook nog een smoothie gaan maken, maar of ik daar aan toe kom, weet ik nog niet. Want dit heeft ook zijn prioriteit in de smoothie eigenlijk 1, 2, 3 niet. Nee, ik ken het nog morgen of zo. En er zit er hier eentje te zeuren. Die heeft voor de zoveelste keer ook gezien in wat. Hé, hey, ja. Hé, hey, meisje toch. Och, is die dikke, ja. Ze is ook zo lief, hè. En Kandolf die zit zomaar in de keuken op de vensterbank, terwijl het prachtig mooi weer is buiten. Maar die is de hele ochtend op de pierenwaai geweest, hè, kerel? Ja, nou, je bent de hele ochtend op de pierenwaai geweest, hè? Ja. Achter de vrouwtjes aan, of niet? Nee? Och, wat is die dikke, ja. Hij is ook zo lief, hè. Oei. Och, wat is die dikke. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie zonnige zondag. Het heet zondag, nou, en we hebben de zon, dus ja, gezellig toch. En ik heb mijn haar trouwens ook gedaan, gewassen en ik hoop dat het een beetje zit. Zoiets als de kapper had gedaan, opnieuw wax erin. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later, doei doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer zondagavond en het is 1 minuut over 8. Hoe is het mogelijk? En we leven natuurlijk nog steeds op de 24ste. Ja, en ik ben beest ziek. Echt wel. Ik loop hier te snotteren en te tranen uit mijn ogen. Hoofdpijn, misselijk. Maar ik ga wel eten en ik ben lekker met een patatje bezig. Uit de oven. Water kook voor de koffie. En ik heb nog niet met de vaat bezig geweest, want het is nog te weinig. En ik ben ook nog niet met de sap bezig geweest, oftewel met de smoothie. Maar ik heb wel andere dingen gedaan, wat ook prioriteiten had. En ik ben met een plaatje bezig voor op Facebook. En hij is wel, vind ik, heel mooi. Ja, wordt mooi, laat ik het zo zeggen. Even water op de koffie. Zo. Kan dat ook naar de kamer. Ik heb ook een smoothie ingeschonken. Enkel, ja. Het is nou door Astrid haar woorden is het geen smoothie meer, maar een sap. Nou, en dat is minder lekker. Want de smaak die verzwakt van je fruit dat je erin hebt. En het moet een smoothie wezen en niet een sapje. Want dan, dan kun je, ik weet niet, maar... Nee, ik vind het lang niet zo lekker dan wanneer het... Maar ik ben bezig die fles leeg te krijgen. Dan heb ik straks 2 flessen leeg. Die is zo goed als schoon. En dan kan ik weer 2 maken, want ik heb nog fruit daro in. En dan heb ik daar die mandarijnen leggen. Dus dat komt helemaal goed. Ja, we gaan er gewoon voor. Ja toch? Het is nou het tweede filmpje. Doe er maandag er wel bij aan. Ik wens jullie nu vooral normaal een fijne avond. Een liefdevolle avond. Wees lief voor elkaar. Geef elkaar de hand. En niet je vuist. Nee, want daar schiet je niks mee op. Hou het goed. Ja, gewoon lief zijn. Is dat zo moeilijk? Kennelijk wel voor de meesten, want... Net zoals het er van de week in Utrecht is gebeurd. Vreselijk. En ze moorden elkaar. Zelfs kinderen moeten het ontgelden. Een vader die zijn eigen bloed uit zijn kindertjes de mes door de keel heen halen. Nou, geef hem zelf de dood. Dan ben ik ook hard hoor. Maar ik vind dat niet normaal meer. Maar oké, daarom zeg ik, wees lief voor elkaar. Geef elkaar de hand.
en vecht niet, maar praat het uit. Ja, ik ben voor vrede en niet voor oorlog. Dus wees lief, alsjeblieft. Nou, ze zeggen groetjes en tot morgen. Doei, doei. En een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag weer maandag en het is, hoe laat zal het zijn? 11:45 of zoiets? Ik zal even kijken. 11:18 en we zitten op 25 maart. Vandaag alweer 2 jaar en een maand geleden dat mijn man is overleden. En mijn hondje is gek en ik ben nog steeds ziek. Ik zie er ook niet uit, hè? Nee, vrouwtje ziet er niet uit, hè? Hoesten, niezen, zere neus, water loopt over mij. Uit mijn ogen, ja. Ik ben lang niet in orde, maar doet er niet toe. Ik ben er wel. Ja, toch? Ja. We gaan gewoon door. Ik moet even mijn oorbellen nog wel nog in, anders groeien die gaatjes dicht. En ik kan wel zeggen, oude gaatjes groeien niet dicht, ja, zeker. Die groeien net zo goed dicht en vooral de bovenste twee, die groeien snel dicht. Dus dat doe ik straks ook nog even. Opmaken heb ik niet gedaan. Ik moest even zwaaien, want er liep iemand voorbij die liep ook te zwaaien. Dus dan zwaai ik even terug. Koffie en een broodje, even mijn lunch. Zo, en dan iemand die zit ook aan de lunch. Oh, er ligt een doekje op de grond. Dat mag er net niet. Oh, die moet hier hangen. Dat hangt daar altijd om te drogen. Ik ken hem eigenlijk wel in de wastas, maar ja, komt straks wel. Ik weet niet of Astrid komt, ze heeft niks gezegd, niks gemeld. Of ze wel of niet komt, of ze een fysiotherapie moet, ja of nee, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval vanmorgen mijn psycholoog afbellen. En ik ga ook de pedicure afbellen, moest ik ook voor deze week heen. Ik weet niet eens wanneer, maar ik belde wel af. Dus komt allemaal goed. Ze zeggen, ik weet enkel niet of ik fysiotherapie al zeg, daar is nog te vroeg voor. Komt er wel, ja. Dat is pas vrijdag. Maar morgen heb ik al die psychologen nodig. Geen zin in. Nee. Lekker thuis blijven. Ik ga er nou ook niet uit. Dan enkel hoog noodzakelijke waard. Ik moet weer naar de FOMAR. Ik moet vleeswaren en kaas halen. En dan bekijken ze het voor de rest maar weer. Oh ja, en broodjes. Dan zit ik geen brood meer straks. En dus, en voor de rest, ik heb alles in huis dus. Lekker zou nog aandoen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het stormt hier als een raket. Maar de zon die schijnt wel. Het is prachtig mooi weer. Maar ik heb wel mijn jas aan gehad om in de tuin even er net aan het werk te wezen. Dus dat moest wel even. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, Astrid die is dus wel geweest en jullie weten zo lang wel onderhand dat er dan bijna tot niet gevlogd wordt, hè. Zo nu en dan is het, als ze een goede bui heeft, dan wil ze nog wel. Maar het is dus niet gebeurd, maar ja, en je ziet ook zelf hoe ik eruit zie, ik ben zo modderig als ik weet niet wat. Maar ik ga nou wel weer een vlog in elkaar zetten. Ik ga dus weer aan het renderen en dan weer naar YouTube toe. En de camera moet nog leeg en de GoPro moet nog leeg. Dus ik heb nog genoeg te doen. Ja. En dat komt allemaal goed. Ik moet hier ook nog de troep opruimen. Ik moet nog weer een smoothie maken. Dus ja, waar ik aan toe kom, zien we wel. Ja hoor, maakt niet uit. Mijn hondje is lief. Die ligt lekker te slapen op de bank, Frodootje. Hoe lief. Een eeuw legt op haar troon. Meende ik er net te zien. Dat kan ook boven wezen. Nee, slecht hier. Kijk dan. Lief, hè? Ja, jij bent ook lief, schat. Ja. Nee, er gebeurt buiten niks. Niks aan het handje. Alleen nog dat het heel hard stormt en dat de. Het mooie weer is weer weg, ja, het zonnetje is weg, blauwe lucht is weg, het is dichtgetrokken, het is weer grauw en grijs, ja. In plaats dat het voorjaar is het nou weer herfst, inderdaad. Nou, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag,
En jullie zien me straks wel weer. Ik wil zeggen, doei doei. Ja, lieve vrienden, ik heb ook weer een smoothie gemaakt van al die mandarijnen die ik had gekocht. Dus daar neem ik straks weer even wat van. En ik ben ook druk bezig met renderen en de camera is ook leeggehaald. Hier staat namelijk wat op van vandaag en gisteren. Ik zou van vandaag en gisteren eentje maken, dus dat komt ook allemaal goed. En ik ga zo meteen eentje weer naar YouTube brengen. Dus ik ben toch lekker, dacht ik, toch wel bezig voor jullie. En voor mezelf natuurlijk. Ik moet ook nog eigenlijk vanavond, als ik gegeten heb, de vaatwasser doen. Dan is dat ook maar weer gedaan en aan de kant. Ewen die zit te eten. Die had nog wat staan. Nou ja, die heb ik maar weer gegeven. Ik zeg, eet eerst dat maar eens een keertje op. Ja. En dan zal ik zo meteen even een bakje koffie maken. En dan, ja, en een sapje neem ik tenminste. En een smoothie. Lekker. Lekker gezond. Wie weet knap ik dan weer wat van op. Ja. Want ben lang niet in orde. Nee. De tranen die biggelen af en toe op mijn wangen en mijn neus. Nou. Maar wel een hele keukenrol erbij houden. Of closetpapier of wat dan ook. Maar het komt allemaal wel goed. Ja hoor, hè? Frodo of niet dan? Ja hè? Zeg maar zo, ik zeg lekker niks. Is ook goed. Nou, ik zou zeggen genieten van alles en zometeen smakelijk eten. En een geweldige, liefdevolle, fijne avond gewenst. Ik zou zeggen tot later. Doei doei. Goedemiddag lieve vrienden. Oh ja, ja, ja. Ik zeg gewoon goedemiddag. Het is 11:56. Het is, wat voor dag is vandaag? Jeetje, ik ben de kluts kwijt. Ik geloof van dinsdag. Ja, dinsdag. Het is 26 maart. En dus 11:57. En Frodo, die is lastig, die luistert niet. Ja, hij moest ook af weer om, want hij heeft zich nou weer in zijn, bij zijn voorpoot in zijn oksel is het vuur rood. Dus ja, moet hij maar afblijven, toch? Nou, Rebecca die komt zo en ik krijg rond een uur of één ook visite. En ik ben met mijn lunch bezig en ja, het gaat weer een beetje minder dan gisteren. Gisteren was het eigenlijk iets beter, maar mijn neus weer. Het liefst staat me nader. Oh man. Maar ja, oké. Okay. Komt allemaal wel weer goed hoor. Ja hoor, iedereen is al ziek. Of niet dan. Dus ik ga weer verder met mijn lunch. En ik wens jullie allemaal nog een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Wees allen vooral welkom. Probeer van jullie gedag te genieten. Hier is het een en al grijze bende. Het is geen prettig weer. Er was wat moois beloofd, maar... Ik weet het allemaal niet, wat er gaat gebeuren daar in de lucht. Maar ik dacht toch echt dat we mooi weer zouden krijgen deze week. Maar nee dus. Ik zou zeggen, tot later en we zien elkaar. Doei doei. Kijk lieve vrienden. Die is nog bijna uitgebloeid. Die valt er zelf wel af. Maar die kleine, die komt er ook al aan. Ik vind hem zo mooi hè. Ja, wat dat er gaat nou. Weet Corrie wel wat ze geeft, of niet dan? Hij is mooi. Toch? Ja. Kijk, die komt nou eindelijk ook. Ja, lieve vrienden, dat is mijn lieftallige huishoudelijke zorg die jullie even op de achtergrond hoorden met haar woordje ja. Maar ja, ze mag niet op de film hè, van haar baas. Nee, zo zijn baas nou eenmaal. Maar die mag er wel op. Hè? Ja nou, Ewen mag er wel op. Ja! Goed hè? Ja, is allemaal goed. Hè? En die meneer mag er ook op. Hè? Ja, die meneer mag er ook op. Ja, we gaan gewoon door hè. Ja. Hallo. Ja. Zo,
Ja, dat heb je wel eens. Maar de stem mag er wel op. En de voeten mogen er wel op. En de handen mogen erop. Maar de gezicht mag er niet op. Maar het is zo vreemd, hè? Als ze hier in de vrije tijd is, mag ze er helemaal op. Maar tijdens de werk niet. Hoe zot moet het zijn? Toch? Ja. Heel raar. En die, hè? Maar oké, okay. Oh, mijn neus, jeetje, Mina. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ja, ik zag het ineens dat die ook bezig is uit te komen. Ik denk, dat moet ik jullie weer even laten zien. Ja, dat, we volgen hem op de voet, zeg maar. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, Rebecca is alweer naar huis. Mijn huisje is weer schoon en netjes en aan kant. Ik heb zelf ook nog wat gedaan voordat Rebecca trouwens kwam. En ik heb ook visite gekregen van de kerk. Hartstikke leuk, lief en aardig. En ja, ik, ondanks dat ik er niet uitzie, wat me momenteel ook niet boeit, ga ik eventjes naar de FOMA even wat boodschapjes doen. Ook ben ik aan het renderen, zoals jullie wel zien. Ja, de klasse papier staat er ook. Vanwege mijn neus en mijn ogen. Het water, dat god eruit, ja. Maar oké, okay, doet er allemaal niet toe. Wel nee, ik ga gewoon door. Ja toch? Ja hoor. Het is koud, werd mij verteld. Ik weet het niet. Maar ja, je leeft hier bij de kust. Dus het zal dan ook wel. Dat ik claim even goed aan. En dan ga ik eventjes de FOMA toe. Oh ja, ik heb nog een bakje koffie staan. Die drink ik eerst natuurlijk op. En daarna gaan we naar de FOMA. En dan zien jullie straks alweer. Ja, ik neem jullie dus niet mee, want ik ben toch enkel maar erheen en weer terug. Nou ja. Ja toch? Komt wel. Maar in ieder geval, het is er ook niet mooi weer voor. Het is grijs, het is nog steeds grauw. Ja. Geen mij maar de zon. Zoals we van de week hadden, enkel dan minder wind. Ja, want het is echt koud hoor hier. Maar ja, we volgen ook die bloemen van die, hoe heet dat ding, die amaryllis. Die volgen we natuurlijk, dus het komt allemaal goed, ja ja. Ik zou zeggen, tot later, doei doei. Ja lieve vrienden, ik ben alweer thuis. Ik heb net mijn jas uit en even gelijk naar de wc geweest. En het was met boodschappen gehaald. En ja, wat heb ik gekocht, Karin? Ja. Een smoothiebeker. Ja, helemaal niet duur. Ik meende dat erop stond 69 cent. Ja, ik zie wel, 69 cent. Ja, 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 ja. Misschien dat het zo beter ziet. Met een rietje. Ik heb er twee gekocht. Ja, moet kunnen. En nou ja, dat kleurtje dus. Turquoise. De kleur vind je trouwelijk. Ja. En ik heb er nog eentje gekocht. Dat is niet. Dat is voor Frodo. Dan moet ik die andere zien te vinden. Die ligt op de bodem. Nou ja, dat is rood. De kleur van de liefde. Ja toch? Dus ik heb er twee. Nou die. Kan ik daar drinken, ik kan hem in de koelkast zetten om te bewaren als ik even niet wil. Dus, quality. Nou, het zal. Ik weet niet wat op het briefje allemaal staat. Het is aan de binnenkant staat er een tekst, dus moet ik even bekijken. Dus ik ga zo even die boodschappen opruimen. De kassabonnen zitten netjes in, ik zei zo. Dus ja, dat kan weer in de envelop van de FOMA. Voor ander jaar. Klaar. Dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga koffie maken. En een koekje erbij, ik wel verdiend. Want ik had vanmiddag aan het begin visite. En die had meegenomen, maar daar krijg ik weer last van mijn maag. Want ik ben er wel gek op. Indische cake, jij wist er niet gek op. Er was wat geweest voor Karen en Roderick. Maar ik kan er helaas er niet meer tegen. Ik krijg last van mijn maag. Nou, dat is dan niet een pretje als je dat krijgt. Dus ik heb ook wijselijk geen plak genomen. Maar wel aan Rebecca gegeven een plak. En aan haarzelf, aan degene die het meebracht. Maar ik heb lekker weer gevulde
is ook lekker, appelkoeken. Ja. Lekker, lekker. Daar ga ik van genieten. Ze zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is weer tijd om naar bed toe te gaan. Dat ik wens ieder een welterusten slaap lekker met mooie dromen. Frodo is al naar boven, dus ja, ik ben volledig beneden. Lichtjes uit en ik ga ook naar boven. Ze zeggen, tot morgen. Doei, doei.